nu? Het klopt niet. Oh, het klopt wel. Wat is er? Fantastisch. We hadden zo'n leuke groep op de boot. En gewoon heel relaxed. Dan zouden we eigenlijk echt een partyboot hebben. En toen dacht ik wel echt, oh, heb ik daar wel zin in. Maar het was gewoon heel chill. Iedereen was gewoon gezellig. Gewoon lekker invoeren, kletsen. Wel drankjes, maar niet zo belachelijk veel dat we echt gewoon helemaal lam. Daar was ik ook wel echt blij mee. Want we hadden natuurlijk, we bleken die game in één keer te hebben. Ja, we hadden ineens een, op, hoe heet dat, Whitehaven Beach. Hadden we ineens een soort eetproef. Yeah. En dan moest je ook nog rennen, maar die jongens hadden echt een mega kater. Dus wij dachten, nou, dit hebben wij gewoon even in de pocket. Oké, goed. We checken waar dit moet. Fair. Een van onze crewmembers die zei, ik heb nog wel een secret spot. Wij helemaal als een rots op klimmen, hangmatje, uitzicht op zee. Nou, ik lag net. Nou, jullie moeten weer naar beneden. En het was al zo gek dat we microfoontjes op, want ze wilden onze reactie voor de Weird Sundays filmen. Nou, toen dus hoorden we dat een opdracht moesten doen, jongen. Oh, wat was een brakke kop. Ik had er echt geen zin in. Nee, verschrikkelijk. Nu? Het klopt niet. Oh. Het klopt dan niet. Oh, hier moet ik van. De bedoeling was, zeg maar, we aten allemaal dingen en dan moest ik raden wat het was. Moest ik dan doorgeven aan Yvette, die moest dan een letter zoeken en dan uiteindelijk moest je dat op een bepaalde volgorde leggen. Maar wat is er? Ja, wij wisten echt totaal niet wat het woord was, maar fair was wel goed, dacht ik. Dus dan moest er achteraan moest iets en toen hadden we... Ah, ik kan gewoon wel ongerust met die e-mail volgens mij. Fairing, fairing kan. Oh, wat is dit? Chill! Wat is dit voor woord? Wat een scheidwoord, ja. Oh nee. Wat wil je niet stuk? Oh, ik moet helemaal niks. Het was hem gewoon goed. Oh, ver. Verdenken. Tja, wat een woord. Het is dan ook echt een typisch Australische term voor wanneer iets helemaal geweldig is. Nou, en uiteindelijk lag er dus verdenken. Nou ja, hoe lang zitten we nou in Australië? 7 maanden of zo. Ik heb nog nooit van het woord gehoord. Nee. Ja, maar als je het woord niet weet van tevoren, is het heel moeilijk om te schuiven. Want het was gewoon allemaal dat we dachten, wat moet dit woord zijn? Ja. Gelukkig maakt de Weird Sundays veel goed. Beide teams hebben 1 nacht rust om bij te komen van de laatste gezamenlijke proef van de Awesome Aussie Race. Broomstick hijst de zeilen en New Horizon pompt hun glijbaan op.
Deze bestemming zal een prachtige herinnering worden voor iedereen. In Arley Beach is het tijd voor een afscheidsfeestje. De groepen van de boten verzamelen bij Boaties. Hier doen de kandidaten mee aan een spel van Nomad. Door middel van een loterij kan je prijzen winnen. Het is volkomen onverwachts, maar dit keer gaan Kim en Yvette er vandoor met een skydive. En dat moet natuurlijk gevierd worden. Na de Whitsundays reizen de kandidaten verder richting het noorden, naar Townsville. In Townsville stappen ze over op de veerboot naar Magnetic Island. Magnetic Island is een eilandje in de buurt van Townsville. Het staat vooral bekend om zijn koala's, mooie stranden en geweldige uitzichtpunten. De jongens slapen bij Base, een hostel aan het strand, en de meiden bij YHA Bungalow Bay, met een echte, eigen koala-opvang. Helaas hebben de jongens de veerboot gemist, waardoor ze te laat zijn om met de koala te kunnen knuffelen. In het wildpark kun je onder andere pythons, hagedissen en schildpadden vasthouden. Dus hebben we de ferry gemist naar Magnetic Island. De meiden uitgezwaaid. Meiden nog even uitgezwaaid. Oh, die zaten wel op de boot. En toen stond er echt zo'n Barbie autootje. Klein cabriootje. Want er was dus nog, wij hebben even gegoogeld, er was nog een fotoopdracht. En die was bij die meiden op het park. Er was een bungalow, daar moest je mee op de foto als teamfoto. Maar wij dachten, oké, die meiden moeten het niet weten. Dus wij hebben zo'n autootje gehuurd. Ja, ze hadden ze nog die koala tour. Bij vet sneaky de park op. Ja, eigenlijk maakte het niet uit dat ze ons gezien hadden. Maar het was gewoon leuk om hun het idee te geven dat we hem gemist hadden. Dus wij de park helemaal op, snelle foto maken. Nee, we waren er eerst. We gingen nog in de auto. Nou, kun je weer terug. Oh ja. Hup, weer snel rennen, sneaky. Hup, in die auto, weer vol gas, overal heen, chase, hele eind en ontdoven. Ah, dat is wel vet. Waar. Ja, wel blij dat was wel een leuk auto. Terug naar Kim en Yvette in het wildpark. Terwijl de jongens rondscheuren in een roze cabrio, bereiden de meiden zich voor op een foto met de koala. Zo te zien moeten de dames alleen nog wel wennen aan het vasthouden van deze donzige dier. In de meeste Australische staten is het niet toegestaan om een koala vast te houden.
Gelukkig zijn de staten Zuid-Australië en Queensland hier een uitzondering op. De meiden hebben mazzel dat ze deze unieke dieren van zo dichtbij kunnen zien. Natuurlijk wordt er goed voor de koala's gezorgd en kunnen de koala's het grootste gedeelte van de dag doen wat ze het allerliefste willen, slapen. Even letterlijk. Zo vet. Skydiving was echt epic gewoon. Ja, echt een bucketlist. Gewoon, ja. Dat heeft altijd op mijn bucketlist gestaan en het is nu gewoon Dat is wel grappig, want er zijn twee dingen waarvan ik eigenlijk altijd dacht dat ik die nooit zou durven. Was skydiven en scuba diven. Ik heb het gewoon allebei gedaan in 1 week tijd. Yeah. It's life changing. The anticipation is the worst part and it's just totally getting over anything inside. And as soon as you're out of the door, it's so full on, but so peaceful at the same time. It's something you can't explain until you do it. It's just a feeling, it's nothing else. Het is tijd voor de skydive van de meiden. De zenuwen gieren door hun lichaam. Ze springen van wel 3 kilometer hoogte naar beneden, met een noodgang. Om vervolgens te kunnen genieten van een uitzicht over het Great Barrier Reef. Zo spannend! Thank you. That's nice. Let me get your legs loose. Let's get the blood flowing again. Your legs are off! Hoe vet was het? Oh mijn god. Zo vet. Ik weet. Ja. Ik moest op een gegeven moment echt lang mijn mond gingen. Ja. Yeah. Oh, echt heel tof. Ik wil nog een keer. Zo mega vet. Dat moment dat je zeg maar uit dat vliegtuig springt. Ja, echt heel tof. Ik verplichte mezelf ook, hou je ogen open. Ik zie ook echt op die, als je dan die video terugkijkt, ook echt zo. Ja. Maar het is ook echt verbazingwekkend. Wij waren allebei best wel rustig in het vliegtuig. Ja. Ik had verwacht dat ik heel erg gestrest zou zijn, maar we zaten in dat ding. En op een gegeven moment als je boven bent, heb je wel even zo, En dan gaat dat luik open en dan hoor je die wind. En dan zie je de eerste vallen en dan denk je wel echt, oh mijn god, wij zijn dadelijk aan de beurt. Ja, het is echt vet. Ja. Ja, dat zou ik echt nu wel vaker willen doen. Ja, ik ook, absoluut. De kandidaten hebben nog 1 opdracht te gaan. Ze moeten in de laatste 2 dagen 4 watervallen weten te vinden, waar ze een echte dutching foto moeten maken voor de Dutchies Travel Instagram. De tijd begint te dringen, want ook de opdrachten uit hun persoonlijke folder zijn nog niet allemaal af. Stress. Volle stress. We hadden dan na McNair Garden nog 1 opdracht om.
4 watervallen in ieder geval te bezoeken. Maar er waren al die opdrachten uit het boekje moesten nog. We wouden gewoon zorgen dat we in ieder geval alles gedaan hadden. Of alles eraan gedaan hadden wat we konden. Dus alles werd in die laatste uren gepropt. Beide teams zijn met vlag en wimpel voor deze opdracht geslaagd. Gelukkig zijn er nog genoeg watervallen om te ontdekken. En de punten zijn binnen. Door naar Cairns. Cairns, daar zijn ze dan. De eindstreep van de Awesome Aussie Race. Beide teams nemen afscheid van de geliefde Juicy Camper en checken in bij Bounce Hostel. Ze rennen nog even als gekken rond om de allerlaatste punten te kunnen verzamelen. Deze punten zullen vanavond worden opgeteld en de winnaar zal morgen worden bekendgemaakt in de nachtclub Bullshit. We hadden zoveel te doen in die laatste opdracht. Dus dan ging je naar waterval en dan was echt rennen. Ja, klik foto, oké, doei, door. Ja. Dus die laatste dag, dat nee, is een chagrijnig geweest, denk ik. Ja. We sliepen 1 nacht in een hostel in, nou ergens in de Tablelands. Ja. Bij zo'n on the wallaby. On the wallaby. Er waren 3 watervallen best wel dichtbij, dus dat was super snel geregeld. Toen dachten we, oké, we moeten naar Cairns. Onderweg stond nog 1 fotoopdracht. Ja. En in Cairns stond nog 1 fotoopdracht. Allebei gehaald. Maar er waren al die opdrachten uit het boekje moesten nog. We wouden gewoon zorgen dat we in ieder geval alles gedaan hadden. Of alles eraan gedaan hadden wat we konden. Het is vandaag de allerlaatste dag van de Awesome Aussie Race. De race is voorbij. Maar de kandidaten mogen nog een keer samen genieten van een tocht naar het Great Barrier Reef. Waar ze ook mogen duiken. Nothing's there, it's just deep water, and that's where George is going to be hanging around. Geen van de kandidaten heeft een duikbuffet. Dat hoeft gelukkig ook niet. Wie wil duiken op het Great Barrier Reef en geen duikbuffet heeft, kan er namelijk voor kiezen om een introduik te doen. Tijdens een introduik ga je onder begeleiding van een instructeur op pad. Hij of zij neemt je letterlijk aan de arm mee onder water, waardoor je op een hele relaxte en ontspannen manier kennis kunt maken met de onderwaterwereld. Onderweg houdt de duikinstructeur iedereen goed in de gaten. En als je zeker bent van jezelf, dan mag je zelfs een stukje los proberen. Het Great Barrier Reef is het grootste koraalrif ter wereld en echt een plek die je moet bezoeken als je een reis maakt aan de oostkust van Australië. Als je geluk hebt, spot je veel schildpadden, nemo's en misschien zelfs wel een octopus.
vet. Ja, dat is echt zo leuk. Oh. Oh jongen, dat is wel dus dat vet. Ja. We gingen twee keer scuba diven en je kon nog snorkelen, maar dus, duiken was meer. Duiken was veel vet. Dat was twee keer een half uur of zo. Ja. Nee, die eerste was volgens mij zo 3 kwartier, maar... Ah, nou ja, het was best echt wel lang, maar zo vet ging het tot ongeveer, nou, het diepste wat we gingen was 9 meter of zo. Maar dat koraal is zo mooi, hoor. Oh. Al die vissen en schildpad. Ja, ik kan wat nu wel eens vertellen, maar ja, moet je gewoon gezien hebben. Dat was echt heel vet. Van de onderwaterwereld gaan de kandidaten weer boven dek. Waar Old Amsterdam de kandidaat verrast met een heerlijk stukje kaas en natuurlijk een overheerlijk glaasje champagne van Dutchies Travel. Wat een avontuur hebben we eigenlijk gehad. We zijn... Wat een fucking eikels. Ja, daar zijn we niet achter gekomen. Ah, oh, wat zijn wij dom. De aflevering van de Awesome Aussie Race, maar niet de laatste kans om een prijs te winnen naar de Nulleborg. Weet jij nog welke vleesgerechten de kandidaten proefden op de Wit Sundays? Laat het achter in de comments en misschien win jij de prijs naar de Nulleborg. See you next time!